vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Matteüs 27, de versen 41 en 42, het eerste gedeelte. Daar lezen wij des Heeren woord aldus. En desgelijks ook de overpriesters en de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. We staan vanavond stil bij de bespotting van Jezus. En we letten dan in de eerste plaats op wie er spotten en in de tweede plaats hoe er gespot wordt. Het gaat in de eerste plaats over wie er spotten. Verband van onze tekst, vers 41, en desgelijks ook de hoge priesters en schriftgeleerden. En in de tweede plaats hoe er gespot wordt: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Gemeente, Gods woord is een boodschap in deze wereld. Gods woord betekent in de eerste plaats Gods eis, de wet. Maar het is ook Gods reddende boodschap in deze wereld. Die reddingsboodschap lezen we in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Die reddingsboodschap heeft de Heer bijvoorbeeld in het leven van Abraham herhaald. En ook bij monden van de profeten. En tenslotte is dat woord van God in de volheid destijds vlees geworden. Wij geloven niet in een Bijbel, maar wij geloven in God, die zich in de Bijbel openbaart. De grote heilsboodschap is dat God zelf naar deze aarde is gekomen om zondaren te redden. Dat was nodig, dat noemen we de wijsheid Gods en ook de kracht Gods. God is vlees geworden in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Nu weten wij dat de Heer Jezus in de eerste plaats als priester heeft onderwezen. Als profeet heeft onderwezen. En wat heeft hij als profeet niet heerlijk onderwijs gegeven aan de mensen in Judea en Galilea. Dat profetisch onderwijs, dat was zodanig dat zelfs de onbekeerde mensen zeiden dat hij niet sprak gelijk de schriftgeleerden, maar als een machthebbende. En ook zijn profetische daden verwekten veel verwondering. Ze verwonderden zich er allen over, bekeerd en onbekeerd. Naast een profetisch ambt heeft de Heer ook een koninklijk ambt gehad. Dat koninklijk ambt heeft hij nog. En in verband met dat koninklijke ambt regeert hij over zijn kerk, maar ook over de hele aarde. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En als koning brengt hij zondaren op de weg ter zaligheid. En ook dat koninklijke ambt van de Heer Jezus heeft grote betekenis. Daar waren de mensen in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus soms ook best van onder de indruk. Als hij als koning er blijk van gaf dat hij heerste over de macht van de dood. Bijvoorbeeld bij de opwekking van Lazarus. Lazarus, kom uit. Maar de kern van het evangelie bestaat in dat priesterlijke werk van de Heer Jezus. Daar heeft Jesaja over gesproken in Jesaja 53. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dat is werkelijkheid geworden doordat de Heer Jezus van de hemel naar de aarde kwam. En van de kribben van Bethlehem naar het kruis van Golgotha ging. En daar zijn leven heeft gegeven. In dat priesterlijke werk heeft hij de weg terug naar God gebaand. De verzoening door voldoening. Dat is de grote inhoud van het evangelie. Van de blijde boodschap voor zondige mensen. En hebben nu de mensen tijdens de omwandeling op aarde met verbazing staan luisteren naar Christus' profetisch ambt?
hebben ze elkaar met verwondering gesproken over zijn koninklijk ambt? Dat zullen mensen wel niet hebben gezegd van zijn priesterlijk ambt. Wat zou dat een verwondering? Wat zou dat een onbeschrijfelijke verontmoediging moeten verwekken? Dat God nou mens wilde worden en in de menselijke natuur is afgedaald. Om daar een weg te banen waar geen weg meer was. En kijk nou eens in de Bijbel. Vers 41. Spottende. Ja, zegt u, maar dat zijn de overpriesters. En die hebben altijd al de Heere gehaat. Kijk eens iets hoger. Dan lezen we over voorbijgangers. Joodse mensen en die lasterden. En kijk nog eens iets hoger. Romeinse krijgsknechten in vers 27. Ze hebben de Heer Jezus ontkleed, vers 28, en hebben hem bespot. En kijk nou tenslotte ook nog eens naar vers 44, de moordenaars. En hetzelfde verweten hem ook. De moordenaars. Bij de kern van het evangelie. Gods reddend ingrijpen in deze wereld. Gods zoon. Die zich tot in de dood vernedert. Zien we spottende priesters. Zien we een lasterende schaar. Zien we een verwijtende moordenaar. Ja, zegt u, en Gods kerk. Peter en Johannes en de vrouwen. Die zullen daar wel staan te knielen. Die zullen daar in verwondering wel uitroepen. Ook die staan erbij. Wat staat er van deze? Kijk eens even verder op in dit hoofdstuk. We lezen in het 55ste vers. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwden. Hebben het ook niet begrepen. Daar hing de zaligmaker alleen. En dan moeten we voordat we verder gaan die vraag maar eens even aan elkaar stellen. Komt dat nu, dat bij het hart van het evangelie, dat bij die grote boodschap van verzoening door voldoening, er geen biddende, er geen verlegen, er geen smeken, maar alleen maar lasterende en vijandige en verafstaande mensen zijn? Heb u die vraag jezelf al wel eens gesteld? Als het nou gaat om die koning, die zich tot in de kribbe, die zich tot aan het kruis heeft willen vernederen. Hoe komt dat nu, dat die boodschap, naar het woord van de apostel, de Joden, de godsdienstige mensen erger is, en de Grieken, de wijze mensen, een bespottelijke dwaasheid is? Komt dat misschien door het verstand van die mensen? Gebrek aan inzicht in de Bijbel. Misschien ook dat. Is dat misschien aan de wil van mensen? O mensen, er is niemand die naar God vraagt. Maar ten diepte zit het daarop vast. Dat wij van nature niet een goddeloze wensen te zijn. Een verloren zondaar wensen te worden. Zal maar ooit dat kruis evangelie waarde krijgen. Dan krijgt die middelaars bediening. Dan krijgt dat priesterlijke werk van Christus waarde. Voor een totaal verslagen Petrus. Voor een goddeloze zondaar. Die werkelijk, geestelijk gezien, ook niks meer overhoudt. De apostel Paulus roemt. In het kruis van de Heer Jezus Christus
want daardoor was de wereld hem gekruisigd. Het kruisevangelie is een geheim waarvan we gezongen hebben met diep ontzag te melden. Heeft hij gekruisigd, al waarde gekregen in uw leven. Heb u die priester reeds nodig gekregen? Dan blijft er van u, geestelijk gezien, niets goeds meer te zeggen over. Dan krijgt hij heerlijkheid voor zwarte zondaren. Dan wordt hij de koning voor de ellendigen die gekruisigd zijn. De Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn. De kracht Gods tot zaligheid, het geluk. Die gelooft. Wonderlijke boodschap. De boodschap van Goede Vrijdag. Gods oneindige genade. In een wereld vol zondaren. In een wereld die om God niet vraagt. Ook vandaag nog. Ook vanavond nog. Staat die gekruisigde in uw midden. En hij roept het zondaren toe. Wend u naar mij en wordt behouden, want ik ben God. En niemand meer hem bespottende. Wat wil die kruisboodschap eigenlijk zeggen? Het gaat over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. We lezen even verderop in dit hoofdstuk dat de Heer Jezus de geest geeft. We zien dat in vers 50. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Hij stierf. Hij kwam van de hemel. Hij ging naar de aarde. Hij ging van Bethlehem naar Golgotha. Hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. Wat gebeurt daar op Golgotha? Nu kunnen we Golgotha benaderen vanuit de mens. En dan gaan we veel dingen zeggen over hoeveel pijn de Heere heeft geleden. Dan doen we net als Jeruzalems dochters wel eer. We wenen om de pijn van onze lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. We moeten Golgotha altijd benaderen vanuit God. En wat is de boodschap Gods op Golgotha? Zullen we een paar dingen noemen. Die bij dat kruis houdt en bij Goede Vrijdag moeten onthouden. In de eerste plaats. God oefent gericht. Hij is de heilige God. Die de zonde nooit door de vingers kan zien. Die vol liefde is tot het goede. Maar die ook vol haat is tot het kwade. En die vanwege zijn heilige deugden nooit één zonde, ook niet van zijn kinderen, ongestraft door de vingers zal zien. En voor zijn kerk heeft God de zonden bestraft. In het offer van zijn lieve zoon. En vanwege de zonden. Moest Christus van de hemel naar de aarde, van de kribbe naar het kruis. En elke zonde, gemeente, denkt erom. Het brengt de zaligmaker aan het kruis. Begrijpt u dat als we zo makkelijk over zonde praten, als we zo makkelijk over de zonde doen, dat we nog weinig of niks hebben begrepen van het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij moest ervoor betalen. Tot aan de laatste penning toe. Want Golgotha betekent verzoening door voldoening. Voldoen aan het recht van God. Zo ernstig neemt God de zonde. Dat in plaats dat hij de zonde ongestraft liet. Hij die gestraft heeft met de smadelijke en de bittere dood van zijn lieve zoon. Golgotha betekent ook Gods onbegrijpelijke genade. Dat hij niet een engel, dat hij niet een verloren mensenkind,
Maar dat is een zoon de verover heeft gehad om die weg te gaan. Van de hemel naar de aarde, van de kribben naar het kruis. Dat God niet te min was om zijn zoon te geven tot in de dood. Voor vijanden, voor goddelozen, voor nietsnutten en nietdoeners. Allemaal opstandelingen tegen God. Golgotha blinkt die genade Gods. Die oneindig is in zijn breedte en in zijn diepte. Golgotha horen we de boodschap dat hij blank is en rood. En de banier draagt boven 10.000 de enige weg tot zaligheid. Golgotha, nog één ding. Gods rechtvaardigheid. Gods barmhartigheid. En Gods langmoedigheid. Daar staan ze, die spottende mensen. Daar staan ze, die lasterende scharen. 40 jaar later heeft God het bestraft. 40 jaar na deze kruising stonden daar rondom Jeruzalem duizenden en tienduizenden kruisen. Want God ziet de zonde niet door de vingers. Maar hier, als de middelaar daar hangt, blijft het stil in de hemel. Blijft het stil op de aarde. En stelt God de oefening van zijn toren over deze plaats. Nog een 40-tal jaren uit. We horen hier ook de boodschap van Gods langmoedigheid. Van Gods geduld met ellendige zondaren en zondaressen. We horen hier op Golgotha over die spottende menigte. Bij God vandaan nog een weg. Waardoor zondaren behouden kunnen worden. En te midden van deze deugde Gods. Die onbegrijpelijke deugde Gods. Zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid en zijn langmoedigheid. Staan daar mensen. Wat zijn dat voor mensen? Nee, we hebben zo net al gezegd, niet vol verwondering. Niet vol blijdschap en vol hunkering. Zien we daar in de eerste plaats. Krijgsknechten. Ruwe Romeinse mannen, die de toenmaals bekende wereld wel kenden, die gedetacheerd waren in het Palestijnse land, die de halve wereld hadden rondgetrokken, van al die Joodse gebruiken amper verstand hadden, en daarbij de kruispas hadden te dobbelen, om de kleren van de Heer Jezus, wat kon hun toch, een Joodse feet te interesseren. Geen enkele belangstelling. Voor die koning aan het kruis. Voor die zaligmaker. Die zich heeft doodgeliefd voor zijn gemeente. We zouden zeggen in onze tijd. Een beeld van de zorgeloze wereldling. Zit er zo een in de kerk. Genoeg aan de wereld. Bijna afscheid genomen van de kerk. Doet dat woord Gods geen beslag meer in uw leven. En houdt u zomaar verder naar een eeuwig verderf. Dan neemt koning Jezus vanavond nog de moeite. Om tegen u te zeggen. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Dan heeft de Heere ook voor zulke oppervlakkige schijnchristen, oppervlakkige wereldlingen, nog een boodschap dat er aan dat kruis een is gestorven, om het verlorene te zoeken. Daar zit u maar dat zo mogelijk. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Om 9 uur zijn die hoofdvers, die soldaten begonnen met kruisigen. Tussen 6 en 9 uur hebben ze gespot. En s'avonds om 5 uur gemeten. De Heer Jezus is gestorven, dan lees ik in vers 54. De hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden. Ziende de aardbeving en de dingen die geschied werden. Werden zeer bevreesd, zeggende. Niet alleen de hoofdman, zelfs van de soldaten, meervoud, werden zeer bevreesd. Waarlijk,
Deze mens is Gods zoon. Dus even over nadenken, gemeente. 'S Morgens nog gevloekt, gespot, gedobbeld, gelachen. En 's avonds verbroken. 'S Morgens nog dood in de zonden en in de misdaad. En 's avonds ziet je hoofd. Misschien ook zomaar anders. Misschien Cornelius wel, wie weet het. Die daar staan. Met die schreeuw in zijn hart. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ziet u wel dat er bij God geen onmogelijke dingen zijn? Ouders, al zouden u kinderen in het verzet en in de opstand tegen God er niets meer van willen weten. Als deze koning gaat spreken, dat bloed gaat druppen, denkt erom. Hij verbreekt wat hard is. Hij verbrijzelt wat hoogmoedig is. Hij heeft ook die hoofdman op de plek gekregen. Waar de Heer al zijn kinderen brengt. Wie spotten er nog meer? De voorbijganger, zo lezen we in vers 39. En die voorbijgingen lasterden hem. De soldaten hebben gespot. De voorbijgaat, wie zijn dat? Nou, laten we zeggen Joodse mensen, verbondskinderen, mensen die zijn opgekomen om Pascha te vieren, om een van die grote feesten te houden, om zich te verblijden in het heil van Jacobs God. Oh, wat zullen ze met indrukken vervuld zijn over de uittocht uit Egypte. Wat een godsdienst is er onder deze mensen die voorbij gingen op weg naar de tempel om daarbij het morgenoffer en het avondoffer aanwezig te zijn. Maar als ze de Heer Jezus zien, dat lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt, lasteren. Allemaal godsdienst van het hoofd en niet van het hart, gemeente. Ze hadden die koning niet nodig. Die borg- en zaligmaker, daar was geen plaats voor in hun leven. Wat een aangrijpende gedachte ook voor vandaag. Dat we kunnen komen naar de kerk. Dat we kunnen lezen in de Bijbel. Dat we onze knieën kunnen buigen. En als die koning verschijnt. In zijn nederige priesterlijke bediening. Dan breekt de laster uit. In ons leven. Hoe komt dat? Nou, geef eens antwoord. Waarom zouden die mensen nou wel naar dat paasfeest komen in Jeruzalem, maar niet naar dat kruis? Waarom komt u nou wel naar de kerk, maar hebt u die koning niet nodig? Zou het niet dit zijn, gemeente? Omdat de dood niet werkelijk drukt. Omdat de wet ons niet werkelijk vloekt. En omdat we nog veel te veel op hebben met onszelf. Omdat we nog van alles hebben. Wat geen God en wat geen Christus is. Nog geen goddeloos. En zou ons dat niet in de weg staan. Om voor die koning in het stof te vatten. Om hem te benodigen. Als het alleroogst en als het eeuwige goed. Om bij hem uit te gaan. Gemeente, we denken veel te groot van onszelf. En te klein van deze koning. Te klein van Gods genade in Christus. Wat een ontzaglijke boodschap ook weer voor ons. Zoals we hier zitten. Hoe ben u opgekomen? Wat is de hunkering van uw ziel? Waar gaat uw hart naar uit als u denkt over de eeuwigheid? Als de Heilige Geest die wet gaat oprichten in uw leven? Kunt u zichzelf dan nog redden? Heb u deze koning niet nodig? Breek dan de spot uit van uw lippen. Lasteren. Dan gaan we nog een stapje verder en dan komen we bij onze tekst, vers 41. Daar staat de geestelijke elite. Van het volk van Israël, en dan komt het heel dichtbij. Dan komt het ook op de preekstoel.
Want daar lees ik in Jesaja 40 over overpriesters en over schriftgeleerden en over ouderlingen en fariseeën. Dat waren de vooraanstaanden in Israël. Dat waren de leidslieden van de tempel en van de synagogen. Dat waren de mensen die dag in dag uit in de Bijbels, in het Oude Testament lazen. Dat waren de mensen die onder elkaar wetten en geboden wisten. Die aan de 10 geboden geen genoeg hadden, maar de 600 bepalingen van gemaakt hadden. Dat waren de mensen die vooraan stonden in de tempel en uiten. Ik dank u dat ik niet ben, gelijk al die andere mensen. En als dat evangelie God dan afdaalt in deze wereld. Dat de Jezus zijn leven gaat geven. Tot een rantsoen voor velen. Dan zeggen deze mensen, blijkens Marcus ze onder elkaar. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet eens. Is dat nou een Messias? Is dat nou een zaligmaker? Is dat nou een redder? Dat waren al geredde mensen. We hebben helemaal geen redder nodig. Helemaal geen zaligmaker nodig. Zo staan daar deze oversten. Misschien wel als een beeld van u. Als een beeld van mij. Want we kunnen wat bezig zijn. Een godsdienst zonder God vrezen. We kunnen wat bezig zijn met dingen van de Bijbel. Zonder we de God van de Bijbel nodig hebben. Kan het zijn in het leven dat het niet is? Ja, zegt u, maar het waren onbekeerd. Zeker, maar onbekeerde mensen. Maar hebben jullie onbekeerd als teruggevonden in uw hart? Hebben jullie borgen, middelaar nodig? Hebben jullie als geschuild achter zijn lijn, achter zijn sterf? Denk erom, dan gaat u eraan horen. Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Ik kom het stervende leven openbaar. Komt u nu omhoog, maar dan gaat u omlaag. Op hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Nee, daar staan ze, die elite. Ze hebben Christus bespot. En dat is, ja, maar Gods kinderen, Gods kerken, discipelen. Ja, ze hebben er een ogenblik bij gestaan, Johannes. Dat hebben we al gezegd. Vanuit de schrift. Dat die vrouwen van verre stonden, zijn bekende, Gods kerk, Gods kinderen. Nu zeggen sommigen dat van verre staan, dat was vanwege de angst voor die soldaten, dat zal ook wel. Er zijn andere verklaringen die zeggen, weet u waarom ze nou van verre stonden? Omdat ze de weg van de middelaar niet meer begrepen. Dat ze niet begrepen waarom hij nou de dood in moest. En waarom die zich nu als middelaar. Als de Messias openbaarde, dan waren er nog niet gelijk legioenen engelen van de hemel komen. Om zijn macht te oefenen, om zijn heerlijkheid te openbaren. Dat is net als bij de Emmausgangers, we hoopten en we dachten. Er staan dan van ver wat mensen die het ook niet meer weten. In het licht van die priesterlijke bediening, zeggen met McJane. Toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Ik voelde wat eisen Gods heiligheid deed. En dan wordt al je deugd een wegwerpelijk kleed. Heb u dat wel eens geleerd? Voor het eerst of opnieuw. Wat zal die middelaarsbediening van Christus, zal dat profetisch werkwaarde, priesterlijk werkwaarde krijgen? Dan krijgt dat waarde. Dat is nou het antwoord op die eerste vraag die ik stelde. Voor een godloze. Godloos. Zo veroordeeld dat u er niet meer bovenuit kunt komen. Boven die soldaten, boven die scharen, boven die overpriesters en boven die vrouwen die van verre stonden.
dat u nog maar één ding overhoudt en dan zegt u, Heer, zou u dan zo een, zo'n dode hond, nog willen opzien? Dan zijn we precies op de plaats waar de Heere de vragen van de antwoorden gaat voorzien. Zulke is mijn liefste, o dochteren van Jeruzalem, wie er hebben gespot, wat ze hebben gespot. Onze tweede gedachte, nog eerst gaan we samen zingen en dat doen we op Psalm 31 en daarvan het 11e vers, Psalm 31, het 11e vers, terwijl zij samen zich verbinden en wat er verder volgt. Spotten. En we lezen dan in vers 42, het eerste gedeelte, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Dat wordt spotten bedoeld. En we komen dat wel meer tegen in de Bijbel, dat er spotten allerlei dingen tegen de Heere zijn gezegd. Soms werd tegen hem gezegd dat hij een vraat en een wijnzuiper was. Ten onrechte vanzelf, maar hatelijk en spottend bedoeld. Spot die niet juist was. Maar er zijn ook spottende dingen gezegd die wel waar waren. En weliswaar hebben de mensen dat spottend bedoeld, maar ze waren wel waar. Denk eens aan Lucas 15, waar gezegd door deze ontvang zondaars en eet met hen. Dat was spottend bedoeld, maar het was wel waar. Denk eens aan Pilatus die zegt, ziet uw koning. Dat bedoelde Pilatus spottend, maar het was wel waar. Denk eens aan een andere uitspraak van Pilatus, ziet de mens, of aan Caiaphas. Als hij zegt dat het beter is dat één mens sterven voor het volk, dan dat het hele volk verloren gaat. Zo zijn er allerlei uitspraken rondom de lijdensgeschiedenis, die mensen op een spottende, op een verkeerde manier hebben bedoeld, maar die wel een grote waarheid inhouden. Een evangeliewaarheid. En zo is dat hier ook, gemeente. Want hier in de 42e vers staat een grote waarheid van het evangelie. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Er staan twee grote waarheden. In de eerste plaats, hij kan zichzelf niet verlossen. Met de Heere, natuurlijk kon hij zichzelf verlossen. Als we letten op zijn goddelijke almacht. De zonen Gods heeft maar te spreken en het is het te gebieden en het staat er. In één ogenblik kunnen de 12 legioen engelen afdalen om heel die mensenmenigte voor eeuwig te verdoen daar op Golgotha.
En om hem van het kruis af te nemen en om hun koning te vereren. Hij is de Zoon Gods, de koning der koningen. Vanuit zijn macht is hij zeker in staat om zichzelf te verlossen. Maar hier op Golgotha geldt niet in de eerste plaats zijn macht, zijn almacht. Hier op Golgotha geldt zijn roeping. Hier in Golgotha geldt zijn opdracht waarmee hij naar de aarde is gekomen. Voor eeuwigheid heeft hij gezegd, zie je, kom. In de volheid des tijds is hij gekomen om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En eigenlijk is de spot nog niet eens juist. Hij kan zichzelf niet verlossen, dat is ook waar. Maar is niet volledig. Hij zal zichzelf niet verlossen. Maar gaat nog verder, hij wil zichzelf niet verlossen. Anderen heeft hij verlost. Hij wil zichzelf niet verlossen. Want om de vreugde hem voorgesteld heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. En is nu gezeten aan de rechterhand Gods. In dit gedeelte van die spot ligt iets over zijn priesterlijk werk. Over zijn priesterlijke opdracht in deze wereld. Om zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. Hoe heeft hij dat gedaan? Is hij daar van de kribbe naar het kruis gegaan? Hij wil zichzelf niet verlossen. Let nou eens op, gemeente. Hij is volkomen gewillig gegaan. In de eerste plaats in de hemel, in de eeuwigheid. Gewillig ja gezegd op de eis van de Vader. Ik zal betalen, ik zal doen. Van de hemel naar de aarde gewillig gegaan. Tot in de vernedering van Bethlehem. Van Bethlehem naar Golgotha gewillig gegaan. In Gethsemane heeft hij gemeen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Volkomen gewillig, volkomen gehoorzaam. Het is een lam ter slachting geleid. Als een schaap ter stom is voor het aangezicht zijn des Heers. Alzo deed hij zijn mond niet open. En dat gewilligheid. Dat krijgt nou waardige gemeente. Voor onwilligen in zichzelf. Die zo verdwaald over de aarde. Die vijandschap in hun hart tegenkomen. Tegen vrije, soevereine genade. Want er is er één gewillig voor onwilligen. Dat is die Jezus die daar hangt. Om het verlorene te zoeken. Om de ellendige te behouden. En tegenover zijn gewilligheid. Kunt u alleen maar in het stof terechtkomen. Vanwege onze onwil. Vanwege onze vijandschap. En onze opstand tegen deze zaligmaker. Die volkomen gewillig was. Tot in de drievoudige dood. Tot in de buitenste duisternis, tot in de angst der hel zichzelf vernedert. En heeft uitgeroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En als er over één ding spijt kan zijn in de hemel, over één ding berouw. Dan zullen alle Gods kinderen daarover berouw hebben. Dat ze in hun onwilligheid die gewillige zaligmaker aan zijn plaats hebben gelaten. Dat het zo vaak konden met zichzelf. En zo goed wisten met zichzelf en met mensen. Dat ze zijn middelaarsbediening niet nodig hadden. Voor de schuld van hun leven. Voor de vloeken van de wet en voor de listen van de Satan. Dat ze met eigen krachten aan het werk zijn gegaan. Leert de Heer al zijn kinderen dat u tegenover een onwillig mensenkind een gewillige en een bereidwillige zaligmaker is. Die de prijs heeft betaald en die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Zitten dus onwillig in de kerk? Nee, ik bedoel dat niet per conclusie. Maar je tegen vecht, tegen genade. Maar genade betekent dat God omziet naar een doodschuldige. Die tegen vecht, dat hij zichzelf overeind wil houden. Hij kwam voor de onwillig en hij is gewillig. Volkomen gewillig. Van de kribbe naar het kruis. Van het kruis naar de drievoudige dood. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij kan zichzelf
niet verlossen. Er ligt nog een gedachte in. Hij kan zichzelf niet verlossen. Hij heeft ook volkomen gebogen. In al ons buigen, gemeente, is tekort. Zelfs in de engelen is nog geen totale volkomenheid. Alhoewel ze heilig zijn. Deze middelaar is geen enkel gebrek. Hij heeft de wet volkomen onderhouden. Hij heeft gewillig en volkomen de hele schuld van de wet weggedragen. Aan het vloekhouderschande, het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. De kerk Gods heeft in dat priesterlijke werk geen halve, geen hele grote, maar een volkomen zalig maken. Die volkomen kan zalig maken. Door God tot hem gaan. En in die volkomenheid ligt nu ook een boodschap gemeend. Er ligt nu een boodschap dat er een zaligmaker kwam. Niet voor mensen die zichzelf nog kunnen helpen. Maar voor reddeloze mensen. Die hun hand nog niet kunnen ophouden om aan te nemen. Die niet meer schreeuwen kunnen. En die door de woestijn van deze wereld. Maar de wet hen vloekt en neerwerpt. Satan in hun geweten uitroept. Te laat voor eeuwig, te laat. Te veel gezondigd, te lang gezond, te oud geworden, te jong. En waar de wet en de Satan u aangeven, de enige dood u op de hielen zit. Gaat die volkomen middelaars bedienen. Van dat lam wat de slachting is geleid. Alleen maar waarde krijgen gemeente. Daar hou je echt niks meer van jezelf over. Maar waar die priesterlijke bediening van Christus waarde krijgt. Denk erom gemeente, er is niet alles. Er is niet alles. Een verloren mensenkind, voor een verloren zondaar en voor een verloren zondares. Daar gaat hij schitteren, naar het woord van de apostel Paulus, het kruis van Christus. Heeft hij geroemd, welke de wereld hem gekruisigd was. Ik sterf, alle dagen, zitten de zulken in de kerk. Die op alles van henzelf, ook vandaag weer, de dood straks moeten schrijven. Niet volkomen, antwoord niet aan de eis van de goddelijke gerechtigheid. De God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg is. Maar krijgt dan die zaligmaker een waarde dat hij nu volkomen tot de laatste druppel toe de drinkbeker gedronken heeft en tot de laatste penning toe betaald heeft. Alles heeft op haar naam gebracht. Opdat een verloren zondagsvolk straks eeuwig zou zien. Het was door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Wat denkt u? Er worden geen godsdienstige mensen. Er worden geen keurige mensen. Er worden geen lieve mensen. Er worden geen kerkelijke mensen. Er worden geen dominees of ouderlingen of ambtsdragers of gereformeerde gemeente mensen zalig. Ach, gemeente, nee. Er wordt maar één soort mensen zalig. Het zijn goddeloze zondaren die gereinigd worden in het bloed van het lam. Die zalig maken, die zijn doodgeliefd voor een totaal verloren kerk. En voor een volk dat het niet eens waard is om opgeraapt te worden. Ja, is dat nou niet? Zo leert de Heer dat. Zo leidt de Heer. En zo wordt genade echt genade. Zo wordt hij nu alles voor een schuldig mens. Let op. Altijd vanuit hem en vanuit zijn volheid deelt hij uit aan het verlorene, aan het weggedrevene. Aan het ellendige. Hij kan zichzelf niet verlossen. Een gewillig, een volkomen en ook een persoonlijk zaligmaker. Die zaligmaker, er staat nog iets in onze tekst. Dat is het tweede van zijn middelaars bedienen. Anderen heeft hij verlost.
Hij gebonden, zegt ons avondmaalformulier, opdat wij zouden worden ontbonden. Hij heeft zichzelf gegeven, opdat hij zijn kerk zou verlossen. Hij ging de dood in, opdat anderen behouden zouden worden. Wat bedoelen de mensen? Ze bedoelen dat de Heer Jezus als profeet is omgegaan en blinde mensen weer beter heeft gemaakt, met laatste mensen gereinigd, hongerige mensen broden heeft gegeven, anderen heeft hij geholpen, anderen heeft hij verlost. En hij kan zichzelf niet eens verlossen, anderen verlost. En dat wijst nu op deze bediening van Jezus als priester. Dat hij niet de zaligheid alleen heeft verdiend, maar dat hij die zaligheid ook toepast. Hij deelt die zaligheid uit in het leven van de zijn. Hij deelt ze uit in de weg van wedergeboorte en geloof. Hij deelt het uit aan zijn ellendigen in deze wereld. En wat deelt hij dan uit, gemeente? Hij deelt uit vernieuwing aan slechte mensen. Hij deelt uit verzoening aan schuldige mensen. Hij deelt uit bewaring aan hopeloze gevallen. Hij is de eerste en hij is de laatste. Hij is het begin en het einde. Hij verlost van het grootste kwaad en het brengt tot het hoogste goed. Hij weet wie ze zijn. Hij raapt ze één voor één op. Op het vlakke van het veld en het trekt ze. Met koorden van eeuwige liefde. Door zijn woord en door zijn geest. En hij brengt ze bij hem. Mijn schapen horen mijn stem, ze zullen ingaan en uitgaan. En ze zullen beide vinden. Anderen heeft hij verlost. En dan zie ik ze komen in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament. Rahab de hoer, Abraham uit der Chaldeeën, Abel, de eerste bloedgetuige. En in het Nieuwe Testament, daar zie ik ze staan. Op de Pinksterdag, ook van deze mensen die hier hebben staan spotten. Wat moeten we doen, mannen en broeders, om zalig te worden? Zal koning Christus ook vandaag nog zijn gemeente vergaderen? Hoe gaat hij nou vanuit zijn priesterlijke bediening zondaren trekken uit de duisternis tot zijn wonderbare licht? Die worden allen in het uur van wedergeboorte getrokken door zijn eeuwig onbevattelijke liefde. Worden alle stilgezet op het vlakke van het veld als ze hun schuldbrief thuis krijgen. Maar die gaan ook allen hem nodig krijgen die nu te kennen het eeuwige leven is. En dan wordt deze koning een uitdeler van de menigerlei genade Gods. Wat hebt u nou nodig, gemeente? Wat hebben wij nou samen nodig? Als het gaat om een goede vrijdag. Wat is dan zo nodig om te leren? Verzoening door voldoening. Er moet betaald worden voor onze geestelijke schuld. Dat kunnen wij niet zelf betalen. Dat is een hopeloze zaak. Leren kinderen Gods dat het hopeloos is aan hun kant. Wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En laten we daar dan nog een paar toepasselijke opmerkingen over maken. Waarom stonden die mensen nou zo te spotten? Wel, het was geen nood in hun leven. De rust was hen niet opgezegd. En dan leeft een mens zo heel gerust verder naar die grote eeuwigheid. Naar de dag dat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken des hemels. Heb u ook rust? Zijn nou wel rust te kijken in de kerk? Goeie vrijdag geweest, zomaar rustig verder leven en het nog vanavond eeuwigheid wordt. Zijn Jezus morgen terugkomt op de wolken des hemels. Nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Nu wil hij anderen nog verlossen. Nu gaat de boodschap van redding nog uit. En je nederig valt de voet die zal van hem zijn wegen leren. Zit u ook in de bank. Door schuld, besef getroffen en verslagen.
weet u ook niet meer hoe u verkeerd moet worden. Dat kan toch. Vandaag Goede Vrijdag. Misschien wel eens iets gehoord in de kerk. Misschien wel eens wat bemoedigd door een psalmvers. Dat kan. En dat zijn geen geringe zaken. En toch, daar kun je God niet mee ontmoeten. Dat is geen houvast voor de eeuwigheid. Dat hebt u nodig, gemeente. Dat hebben we nou alle samen nodig. Dat is die gezegende priesterlijke bediening. Van Sion's koning. En als dat waarde krijgt, gemeente. Echt. Dan blijft er van u en van mij helemaal niks meer over. Dan krijgt hij alles en wij niks. Dan wordt een verloren zondaar zalig om niet. Als de Heere iets van dat priesterlijke werk, het zij in beginsel. Of als hij wat naderbij komt, gaat verheerlijken. Gemeente, dan gaan we de apostel verstaan. Die nooit en niks anders wilde weten dan die zalig maken. En die tegen de Filippenzen zegt, alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Jezus Christus. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf een kam, zichzelf een zal, zichzelf wil hij niet verlossen. Hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En dan predik u ook vanavond nog een volkomen zalig maken. Ook vanavond nog tegen zondaren zegt, zoek mij en leef. Die met uitgebreide handen hing aan het kruis van Golgotha. En die tegen zondaren uit het menselijke geslacht zegt ook vanavond. Slecht. Keren zich, herwaarts en hij bekeren zich tot de Heere zijn God. En als u dan een neezegger bent, en een neezegger blijft, dan zegt koning Jezus vanavond, ja, er is toe. Voor de jongste, voor de oudste, voor de grootste, voor de kleinste. En als u ja leert zeggen, gemeente, dan is dat altijd het wonder. Opklimt uit het verbroken hart en uit het verslagen gemoed. Amen.